De Rubik's Cube was in de jaren 80 uiterst populair. Daarna werd het een tijdje stil. Maar nooit echt vergeten is hij door nieuwe generaties herontdekt. Speedcubing, zoals het nu heet, is zelfs een van de snelst groeiende mindgames van het moment. In Sleewijk bezoeken we een speedcuber, wellicht een toekomstig wereldkampioen. Ik ben Ivo, ik ben 13 jaar en mijn hobby is speedcuben. Ik was 12 jaar en ik begon ermee toen ik op YouTube zag ik er een video van en ik had er toevallig maar in liggen. Dus ik wil ook proberen of ik dat ook zo snel zou kunnen. Steeds sneller worden is gewoon heel leuk voor mij en naar wedstrijden gaan vind ik leuk. Ik was gisteren in Rijswijk in een kubuswedstrijd en ik heb aan alle events meegedaan, alle 6. En het ging best goed, ik ben op eentje mee nog 4e geworden. Een wedstrijd is dé plek om je vaardigheid te tonen en met anderen je gezamenlijke passie te delen. Tegenwoordig zijn er veel varianten op de kubus. Veel daarvan zijn als wedstrijdonderdeel opgenomen. Van de 18 officiële onderdelen staan er vandaag 6 op het programma. De puzzels worden door zogeheten scramblers door elkaar gehusseld. Allemaal op dezelfde wijze, zodat iedere deelnemer een gelijke kans heeft. Daarna brengen de runners de gescrambelde puzzels naar de speeltafels. In de waiting area wachten de deelnemers gespannen hun beurt af, terwijl ze hun vingers alvast warm draaien. Zodra men wordt afgeroepen, gaat men naar de wedstrijdtafel. De kubus is dan nog afgedekt met een cover. Als de deelnemer het startsein geeft, wordt de cover verwijderd en is er 15 seconden inspectietijd om de begintoestand en de oplosstrategie te bepalen. Na de inspectietijd drukt men de handen op de timerknoppen. Zodra die wordt losgelaten, start de tijdmeting. Als de puzzel is opgelost, moet de timer zo snel mogelijk worden gestopt. Aan Ivo's gezicht te zien is hij niet tevreden met zijn behaalde tijd. Ik denk niet heel goed. Nee. Ik weet niet waardoor het kwam, maar de volgende ronde zal het vast wel beter gaan. Meestal de eerste ronde, dan moet hij er nog even inkomen, maar daarna gaat het meestal goed. En moeders hebben natuurlijk altijd gelijk, want het ging daarna steeds beter. Het ging echt heel goed. Ik heb mijn records allebei verbroken. 1 keer oplossen en het gemiddelde. Ja, het ging gewoon heel goed. Volgend jaar ga ik waarschijnlijk in Almere naar het Europees kampioenschap. Dus dat wordt wel heel leuk. Zie ik hier een trotse vader? Dat klopt helemaal, ja. Helemaal, ja. Heeft hij iets van zijn vader? Of? Zeker niet, nee. Er is wel een ranglijst. Ik zit denk met de meesten een beetje rond de top 20. Dus dat vind ik nog best wel prima. En dat ga ik de komende jaren omhoog werken, hopelijk. Als ik na school nog tijd over heb, dan doe ik het wel eventjes elke dag, denk wel een uurtje of zo. En als ik heel veel tijd heb in de vakantie, is wel meer. School gaat voor mij nog voor en al de tijd die ik over heb, gebruik ik hier aan. Dan gaan veel meer wedstrijden meedoen en hopelijk dat ik richting de top 10, top 5 kom. Zodat ik een beetje richting de top van Nederland kan komen, hopelijk.